Een nieuwe toets waarmee de leerlingen op de basisschool ingeschat worden voor de middelbare school leidt tot zorgen bij scholen die praktijkonderwijs aanbieden. Zij vrezen dat leerlingen een negatieve ervaring opdoen doordat het niveau niet bij hen past. Met als gevolg dat leerlingen teleurgesteld raken en vroegtijdig afhaken. Ja, nou zijn ze goed. Lekker die knoflook erbij. Ja. Top. We hebben op dit moment 50% minder jongeren aangemeld gekregen. Landelijk staan we natuurlijk in contact met elkaar met die scholen. En het blijkt ook dat landelijk er 15% minder jeugd wordt aangemeld bij praktijkonderwijs. Ja. En nu, als je hem nu vastzet, dan zie je dat hij nu wel past, hè? Heb je hartstikke goed gedaan. We zien dat dit eigenlijk komt door de nieuwe manier waarop er omgegaan wordt met de doorstroomtoets. Die kinderen starten op een school voor voortgezet onderwijs, zijn 12 jaar. En volgens mij moet je die school afmaken, dat is het idee. En die leerlingen die redden dat dan niet. Wat we daar het gevolg van is dat in de hogere leerjaren die leerlingen alsnog naar het praktijkonderwijs komen met een faalervaring. Maar het zou zo mooi zijn dat ze starten op de school waar ze echt vanaf leerjaar 1, daar willen we ze hebben. Dus als we nou eens eerst gaan buigen? Ja. Zoals ik het je net heb voorgedaan. En dan op pas op maat knippen. Meneer, we zijn klaar. Toppie, dan mag je dat ook op tafel zetten bij de rest van de tapas. Ik loop hier nu 27 jaar op deze school. Ik heb dit nog nooit meegemaakt hoe het nu gaat. En dat vind ik een zorg. Niet alleen praktijkscholen zien dit probleem. Ook op het voorbereid middelbaar beroepsonderwijs, het VMBO, zien ze dat meer leerlingen een standaard HAVO-advies krijgen. Voor hen levert dat direct al problemen op. Maar als je minder leerlingen als VMBO in huis hebt, dan heb je dus ook minder formatie om uit te delen. Dus dat zou zomaar kunnen betekenen dat we binnen het VMBO-land afscheid moeten gaan nemen van hele goede collega's, omdat we de formatie niet hebben, omdat we de leerling niet hebben. En daar maken we heel veel zorgen over. En zo dreunt het vooral in het praktijkonderwijs en het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs, beter bekend als het VMBO, doordat er in de toekomst minder leerlingen klaar worden gestoomd voor een praktisch beroep, terwijl daar juist behoefte aan is. Bij het VMBO, daar wordt op dit moment door de VO-raad worden alle getallen nog nadrukkelijk in beeld gebracht, concreet in beeld gebracht. Maar als ik uit mijn eigen netwerk de scholen, en dat zijn er best wel wat, dan hoor ik van school dat ze 50% minder aanmeldingen hebben. Ik werk zelf ook nog op school, daar hebben we ruim 30% minder aanmeldingen. Demissionair minister van Onderwijs Marielle Pool laat weten dat zij signalen krijgt dat de instroom op praktijkonderwijs en het VMBO dit jaar minder is. Volgens haar komt dit niet door de toets, maar doordat scholen zelf het advies voor een vervolgopleiding naar boven hebben bijgesteld.